Dag mensen, een hele goede morgen. Welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief van aard en geen financieel advies. We gaan kijken naar de koersen. De week begint alweer rood, maar hebben we dan wel of niet een bodem gemaakt? We gaan er naar kijken. We bekijken ook de traditionele markten, een paar altcoins. En vergeet de video natuurlijk niet een like te geven als je de content kunt waarderen. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En pas op voor de spammers en scammers onder in de comments. De Fear and Greed Index staat inmiddels op 14, heeft zelfs op 9 gestaan. En over het algemeen is dat toch een interessant moment om te kopen. Alleen is dit in dit geval wellicht anders, omdat we nu toch wel te maken hebben met een bear market. We kunnen er niet meer omheen. Goed, en nog voordat we daar naartoe gaan, Bitget is een van de nieuwere beurzen in Europa in ieder geval. We staan al een paar jaar in Azië en andere delen van de wereld, zoals Amerika. Je vindt onder in de comments vind je een link naar een tutorial van deze website en je krijgt $20 voor niks. De eerste 300 mensen in ieder geval. En daarmee kun je dus gaan traden, kun je dus ook met het shorten oefenen. Dus ga dat checken als je misschien een nieuwe beurs wil of even iets anders wil doen op een andere beurs. Dus... link vind je onder in de video. Dan morgen, of vandaag, dit is op mei 16, het is mei 16, komen in El Salvador 32 centrale banken, 12 financiële autoriteiten van 44 landen komen samen om te kijken hoe het gaat in El Salvador. Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen, maar waarschijnlijk vooral over de voordelen. En ja, dat is dus heel interessant wat hier gaat gebeuren. Welke landen zullen hier gaan volgen? En als je wilt weten, dit zijn de landen die komen kijken. En over het algemeen noemt men dit derde wereldlanden. Dus dat zijn wel de kleinere landen, maar daar begint het vaak ook mee. Eerst begint het klein, daarna komen de grotere landen. Dinsdag kunnen we kijken, of vooruitkijken naar de CPI. Nou, niet eens CPI, hij gaat het volgens mij over de CPI hebben. Maar we hebben de ECB, Lagarde, die gaat spreken. En Powell, die gaat ook even spreken. Dus het zou voor kortstondige volatiliteit kunnen zorgen op dinsdagavond. Goed, de grafieken, S&P 500. Er is reden om te geloven dat hier een bodem is gemaakt. We zijn dus eigenlijk van het toppunt naar het laagste punt zijn we 20% gezakt. En dit betekent in de S&P 500 een bear market. En dat is niet wat de Fed wil. Betekent niet dat de Fed meteen gaat veranderen van koers. Maar dat we hier in ieder geval ook daarom een reactie zien. En dit zou een kortzondige... ja, bear market rally kunnen geven en dat zou crypto mee kunnen nemen. En daarbij kijk ik hoogstens tot aan de 4264 tot 4300 ongeveer. Dus dat zou nog best een sprong zijn. Maar we zien dus dat verschillende signalen die laten gewoon zien dat het extreem oversold is. Hè? Dus heel veel verkocht en dat we iets van een bear market rally moeten gaan zien voordat we verder naar beneden zouden kunnen zakken. Dus dat is het meest waarschijnlijk in mijn ogen op dit moment. Ook als we naar de dollar kijken, die zit hier op de dagelijkse in een rising wedge. Breekt deze naar beneden uit, dan zouden we dus een verdere relief kunnen krijgen voor crypto en de S&P 500. Dan, de Bitcoin koers houdt ook stand, terwijl investeerders de dip kopen. Dus we zien dus dat dit inderdaad, naast de Fear and Greed Index, dat de koersen rond de 24.000, 25.000 dollar, dat dat ook interessante punten zijn om bij te kopen. De Extreme Fear is zelfs naar 9 gegaan, ondanks dat omdat de koers 16,5% was gedaald. Wat was ook interessant. Dus het is waarschijnlijk ook dat mensen de dip hebben gekocht. Dat is niet zo gek. Dat zien we later ook terug op de andere on-chain data wat ik zo ga bespreken. En even kijken. De mensen die al langer in Bitcoin zitten, 65% van de Bitcoins, die staan al een jaar vast. En die laten zich niet kennen door deze daling. Die blijven vasthouden. Dus ook dat is interessant om te zien. Er is en blijft gewoon veel vertrouwen in Bitcoin op de langere termijn. En wat we nu ook eigenlijk zien is een shift ten opzichte van 2017 en daarvoor eigenlijk. Toen was het, oh, Bitcoin is dood. Het is over. Het is klaar. Nu is de vraag... Oké, Bitcoin is aan het dalen, maar waar zit de bodem? Waar moet ik bijkopen? Dus het is niet meer, het is dood, het is wanneer moet ik kopen voor de langere termijn? Dus dat is echt een shift die we hebben gezien in de afgelopen jaren voor Bitcoin. On-chain data, we zagen dus dat er wat meer bitcoins naar de beurzen ging en die worden er nu langzaam weer vanaf gehaald. Ook hier dit is de... Purpose Bitcoin ETF, dat is de grotere Canadese ETF. En we zien dus op de dag van de grootste daling richting de 24.000, 25.000, zagen we dus dat er een grotere instroom was. Dus ook hier is de dip gekocht door de big boys in ieder geval. En die zitten er in ieder geval in voor de langere termijn. Dus zelfs als de koers nog verder kan zakken en waarschijnlijk ook zal gaan doen, dan nog vinden zij dit dus een mooie prijs om bij te kopen. Ook hier nogmaals, bitcoins na de beurzen, vooral van Luna. En nu worden er ook weer bitcoin, tenminste, er worden niet meer bitcoins naar de beurzen gestuurd. We zien hier dus ook zelfs weer een afname van de bitcoins op de beurzen. Goed, de grafieken. Dan kijk je eerst even naar de S&P 500. En we zien dus dat er een futures gap is ontstaan tussen de 30.035 en de $31.000. Nou, die is inmiddels gevuld. De week start rood. Dus we hadden een gap up. Dus de koers was hier gesloten, is hier geopend. En die is nu de gap aan het vullen en nog iets meer. En daar gaan we zo direct op de bitstamp grafiek ook naar kijken. Maar voordat we dat doen, zoomen we eerst even uit naar de wekelijkse. En er zijn een aantal punten waar ik doorheen wil gaan. En tot de $42.000 en de $48.000, eigenlijk deze regio hier, zat ik er nog een beetje tussenin. Hè. Zijn we bullish, zijn we bearish, maar dit is gewoon niet meer te ontkennen. Dit is een bear market en de vraag is, wat moet je in een bear market doen? Nou, ten eerste, heel veel mensen die hebben al interesse verloren. Nog meer mensen zullen interesse verliezen. En dat zijn de momenten om te kijken dat je ook betrokken blijft. Want dat zijn de momenten, hè, zeker als we richting de bodem gaan en absoluut niemand heeft het er meer over. Dat zijn de momenten om te gaan kijken, oké, is dit een moment om bij te kopen voor de langere termijn? Want dan heb je ook gewoon veel lagere prijzen. Er zullen ook bear market rallies zijn. En ook nu verwacht ik eigenlijk dus een bear market rally. Waarbij de koers dus eigenlijk vrij rap weer omhoog kan gaan. En mensen weer enthousiast kan krijgen om vervolgens hun dromen weer kapot te maken. En door te gaan naar beneden. Dat zagen we hier bijvoorbeeld ook in 2017. Verschillende momenten waarop er dus heel veel rood was. Aantal weken groen. Aantal weken rood, aantal weken groen, aantal weken rood. Dus dat zijn momenten waarop mensen toch even enthousiast raken. En daarbij ga je dus ook vaak richting de golden pocket. Ik heb het volgens mij een keer laten zien, dus hier nog een voorbeeld. Dus de koers gaat van de top naar de bodem, terug naar de golden pocket en weer naar beneden. Dus dat zouden we nu ook weer kunnen zien. Dus waar ik naar kijk is, ik verwacht hier dus ook iets van een bear market rally. Er zijn verschillende punten die wijzen erop dat dit de bodem is. Dus op de wekelijkse hebben we hier capitulatievolume, een bullish pinbar candlestick. En ook al is hij rood, het is een bullish pinbar candlestick. We hebben de stoplosses hebben we hier geraakt en daar wordt dus liquiditeit opgehaald. En vaak, dit zijn dus punten die laten zien dat dit in ieder geval een grote kans heeft om de tijdelijke bodem te zijn. Ik verwacht niet dat het de bodem is. Daar gaan we het zo over hebben. Maar dat we hier iets gaan zakken, een deel van de week vullen, om vervolgens een bear market rally te krijgen in de komende weken. En daarbij kijk ik in ieder geval als targets richting de 37.500. Dus hier was eigenlijk een klussen van sterke support als je kijkt naar de candlesticks. En ten hoogste de golden pocket rond de lage $40.000, dus de 40.500 en ook de onderkant van deze bear flag. En dat brengt me meteen naar de bear flag, want de technische target van de bear flag die zit dus een stuk lager. Die ligt hier zelfs op de 12.700. Er zit ook wat confluentie, samenvloeiing van de Fibonacci extension, dus van de swing high naar de swing low. En dan plaats je hem weer op het derde punt, op deze swing high. Zie je dus dat het doorgaat naar de 12.500. Dus dit zou voor mij de ultieme bear market target zijn. Ik zeg niet dat we er komen, maar dat is in ieder geval de laagste target waar ik naar kijk. Ik verwacht niet dat Bitcoin naar 0 gaat, absoluut niet. En daarboven heb je nog de 300 wekelijkse moving average. En eigenlijk zie je dat die eigenlijk alleen maar wordt bereikt als de koers een extreme stress komt en de COVID crash bijvoorbeeld. Toen hebben we de 300 wekelijkse moving average aangeraakt. Maar normaal gesproken als je kijkt naar het verleden, en dat biedt natuurlijk geen garantie voor de toekomst, dan zie je dus dat de 200 moving average hier zo, want we zijn er eigenlijk praktisch op gesloten. Bear market van 2018 en een eerdere bear market zie je ook dus dat de 200 wekelijkse moving average de target is. Dus we zouden hier iets van een bear market rally kunnen krijgen, dan een saaie zomer. Hè, dus bijvoorbeeld zoiets, ook misschien een bear flag, misschien wat zijwaartse actie, eventueel dus zo hoog. Maar verder dus waarschijnlijk ook een zomer zoals we hier zagen, tergend, saai, voordat we een derde beweging omlaag krijgen. Vaak zijn die bewegingen omlaag in 3 bewegingen, dus 1 consolidatie, 2 consolidatie. En dan is het dus afhankelijk, gaan we naar de 37.000 of de 40.500. En daarna een derde beweging omlaag, wellicht richting september, augustus, als de zomervakanties weer voorbij zijn. Dus dat zou een potentieel scenario zijn, in ieder geval waar ik naar kijk. De 200 wekelijks moving average ligt trouwens hier op de 22.000, de 300 op de 16.000 en de laatste bear target dus op de 12.500 ongeveer. Even kijken. Goed, waarom nog meer reden dat we hier zouden moeten gaan bouncen? We hebben hier dus 7 weken rood gezien. En dat is iets eigenlijk wat nooit is voorgekomen in cryptocurrency. Of in ieder geval bij Bitcoin. Dus de kans is groot en steeds groter dus dat we in ieder geval een bounce moeten gaan zien. Nou, de 3 dalingen hebben we gehad. Vaak is er ook gezegd vanuit de traditionele wereld sell in May, go away. Nou, dat hebben we hier bijvoorbeeld duidelijk gezien. Sell in May, go away. En dan moet je ergens in september of zo, juli... Dan moet je weer terugkomen en dan kun je dus eventueel groen zien. Ik zeg niet dat we dit krijgen overigens. Maar, want we kunnen nog die derde leg naar beneden krijgen. En altcoins. Ja, altcoins. Wat gaan die dan doen? In dit geval, ik ga aan het eind van de video nog een paar altcoins meenemen. Maar ja, in bear market territory. En veel altcoins hebben al heel veel verloren. Hè, 85%. Sommige hebben al 99% verloren. En de meeste altcoins die zullen dan ook 95 tot 99% van hun waarde verliezen in de bear market. Dus ga er maar vanuit dat dat... ik zie het in ieder geval gebeuren. We zien het al deels gebeuren. Dus dat is gewoon goed mogelijk. Samenvatting. Ik verwacht hier een bear market rally. Consolidatie, eventueel een derde leg down naar de 200 wekelijkse, 300 wekelijkse, potentieel de bear flag target op 12.500. Goed, de dagelijkse, wat zien we hier dus? Even kijken, we zien hier dat de dag van maandag vandaag rood start. En hoe die gaat eindigen, dat weten we natuurlijk nog niet. Maar dat we hier rood zien is niet, hoe noem je dat? Onverwacht. Ik deelde vrijdag of zaterdag al in de Premium Discord groep dat deze wicks, die worden vaak deels nog gevuld. En ook hier zien we bijvoorbeeld dat er een hele lange wick wordt gemaakt, maar dat de koers eigenlijk nog eerst wat teruggeeft voordat het omhoog bounced. En daarna ging het wel verder omlaag. Dit is niet het meest waarschijnlijke op dit moment. Ik verwacht dat we iets meer groen kunnen zien. Maar ook hier bijvoorbeeld zie je dus een lange wick aan de onderkant. Vervolgens wat consolidatie voordat de koers wat omhoog kan. En ook hier zien we dat. Dus eigenlijk op dit moment lijkt het meeste op deze situatie. Een mooie bullish pinbar. Een beetje groen, wat rood pakken om vervolgens een wat hogere of een mooiere stijging te krijgen. Dus dat verwacht ik eigenlijk nu. En dan is het dus kijken op de dagelijkse hoe ver kunnen we komen in de bear market rally. Gaan we door richting de 37.500. Daar zie je dus ook dat er wat weerstand is. Even de tool erbij pakken. Waar is de tool heen? Maakt niet uit. Dus hier zo. Deze lijn, de rode lijn hier. En eventueel dus ook de onderkant van deze grotere bear flag rond de 40.500. Dus dat voor de dagelijkse. En ook hier zien we dus dat de RSI ook flink oversold was op 24. En ook dat is vaak een punt waar de koersen een flinke bounce krijgen. Hier een update van zaterdagochtend. Bitcoin zit in een evenwichtpatroon. Iedereen ziet die ook. Hè, dat was deze hier die we nu zien. Iedereen zag die. Dus daar wordt vaak ook wel gebruik van gemaakt natuurlijk door de big boys. Dus het idee was dat we dus Dus eerst een uitbraak. Een kleine uitbraak naar boven zouden hebben om vervolgens toch terug te gaan richting de 28.000, potentieel lager de golden pocket, om vervolgens daarna de relief te starten. Dus dat is wat we nu eigenlijk ook potentieel zien gebeuren. Er is nog een kans dat we hier support houden op de bovenkant van dit evenwichtpatroon en dat we hiervan afbouncen, maar dan wil je dus echt hoger volume zien. En dat zien we nu ook nog niet in ieder geval. Dus ik zie hier de koers in ieder geval teruggaan richting de 28.2. Potentieel de 27,5 om daar dus een echtere, of tenminste een grotere bounce te krijgen richting de 35.000 en vervolgens de 37.000. Alvast is dat ook iets. We zien dus vaak dat de koersen teruggaan naar de dagelijkse moving average. Dus als je er nog in zit, geen financieel advies, anders gaat Arjen Lubach mij weer noemen. Maar wat we vaak zien gebeuren is dat de koersen teruggaan richting de gele lijn hier, de 200 daily moving averages. Zit je hier, ben je in paniek, weet je niet wat je moet doen, dan zien we dus dat deze lijn wel naar beneden beweegt. Maar als de koers en die gele lijn elkaar weer tegenkomen eigenlijk, dan is dat potentieel een mooi moment ook om uit te stappen. En we zien dus dat deze ook naar beneden aan het bewegen is. Dus die kan rustig richting de lage 40.000 om elkaar te ontmoeten en vervolgens af te wijzen. Dus dit voor de laagtermijn. Dit is inmiddels, tenminste op dit moment, is het de hoofdverwachting. Wanneer hebben we het mis? Als we dus deze low gaan breken. En dan moeten we kijken, waar gaan we dan naartoe? Gaan we naar de $24.000, $22.000? Het is nog even afwachten. Maar dieper gaan en deze low breken is niet heel waarschijnlijk op dit moment. Wil je leren traden? Dan kun je dat zeker even doen. Doe de gratis kennismakingscursus. Dan weet je wat je van traden kunt verwachten. Meer en je eigen analyses doen kun je natuurlijk vinden in deel 1. En in deel 2 vind je over short gaan en long gaan met hefboom traden. En ja, blijf er eigenlijk vooral bij weg zolang je deel 1 niet beheerst. Nog even een shout-out naar de Bitcoin webshop van Nederland. Allemaal toffe Bitcoin producten. Dan Ethereum. Ja, eigenlijk niet heel veel anders dan op Bitcoin. Het volgt wel Bitcoin. Ook zie je hier die bear flag. Technische target daarvan ligt rond de 966. Dus daar ben ik zeker weer geïnteresseerd om in te stappen in Ethereum voor de langere termijn. Eventueel kunnen we doorgaan richting de laatste all-time high. En die zit dus tussen de $1348 en de $1400. Dus de technische target van deze bear flag die ligt hier. Maar ook eerder zijn er al potentieel instapmomenten. Voor de bounce in de komende weken, of tenminste de komende 1 tot misschien wel 3 weken, is afhankelijk van hoe het gaat natuurlijk, zie ik in ieder geval doorgaan richting de onderkant hier, $2600 en deze opwaartse lijn. Dus even kijken, dat is hier 24,65 ongeveer tot de $2600. En als Bitcoin een stevige bear market rally richting de golden pocket gaat, dan zal Ethereum dat ook doen. Dus dan kijk je richting de $3000. Cardano, eigenlijk hetzelfde en dit kun je dus eigenlijk met alle altcoins doen. Je pakt de laatste high erbij, je pakt de huidige low. Overigens heeft Cardano dus ook uiteindelijk toch die 41 cent bereikt. Maar je pakt dus de Fibonacci tool en deze bespreek ik volledig in de eerste cursus natuurlijk. Dus je zet je hier op de swing high, je trekt hem naar de swing low, je kijkt waar de niveaus zitten, de Fibonacci zone. Dan zie je dus ook dat er samenvloeiing is van de verschillende eerdere supportpunten en de weerstandspunten. Dus stel je wil uitstappen, kijk je naar de 0,32, 75 cent, potentieel zelfs de 93 tot 95 cent, afhankelijk van hoe hard het gaat met Bitcoin. Maar je ziet dan ook dat hier weer een sterkere weerstand zit. Dus ik verwacht ook niet dat de koers hier overheen zal komen. Misschien net eroverheen, om de stoplosses die daarboven staan even te raken, om vervolgens verder door te gaan naar beneden. Dus dat voor Cardano. Even kijken, Solana wilde ik nog even meepakken. Bij Crypto Insiders waren ze vergeten om de poll te doen. Dus ik pak even de usual suspects erbij. En ook hier swing high, swing low. En dan kijk je dus naar de 78 tot wellicht de 105. En er zit hier ook nog het weerstand op de $96. Dus hoogstens $76 tot $105. En als laatste naar, even kijken naar VeChain. En ook hier hetzelfde verhaal eigenlijk weer. Dus hier swing high, swing low. En dan kijk je hier naar de 4,4 cent. Potentieel de 6,5 cent. En je ziet ook hier dat daar wat meer weerstand ligt. Weerstand, weerstand. Hier was een support, support, weerstand. Dus dat zijn de logische punten waar de koers naartoe kan keren als we hier die bear market rally krijgen. Goed, dat was het voor deze video in ieder geval. Heb je vragen, stel ze onder de video. En dan kan ik kijken of ik ze even mee kan nemen. En voor nu zou ik zeggen, happy trading en een hele fijne dag.